Hoi, hoi. Even een kort berichtje van mij via deze weg. Mocht je mij namelijk niet op Facebook of op Telegram volgen, nou, dan weet je ook niet wat eraan gaat komen in dit geval. Ik start namelijk volgende week woensdag een 3-daagse online workshop Bekrachtig Jezelf. En dat is dan ook met een lichttaal healing activatie. Dus het start volgende week woensdag, de 8e, en we hebben dan ook de 15e en de 22 december. Alle drie starten zo om 9:30 's morgens. Bekrachtig jezelf dus. En wat gaan we eigenlijk doen? Het zijn dus 3 dagen. En de eerste dag gaan we eigenlijk kijken wat wil jij nog loslaten dit jaar. Het is tenslotte december, de laatste maand van het jaar. En waarin wil jij je dus nog jezelf bekrachtigen? Dus wat wil jij loslaten dit jaar nog? De tweede dag gaan we eigenlijk een verdieping hierop inbrengen. Plus ook nog een healing activatie om het nog verder te bekrachtigen. Maar om ook nog meer los te laten wat je niet meer nodig hebt. Hè, wat niet meer van jouw hoogste goed is. Daar gaan we mee werken. En de derde dag is dat we gaan kijken van wat wil jij nou creëren voor 2022? Waarin wil jij jezelf nog meer zien of misschien iets voor de wereld? Nou ja, weet je, het is allemaal mogelijk. We gaan dus ook in het veld, gaan we ons afstemmen en kunnen we eigenlijk creëren wat we graag willen vanuit ons hart. Hè? Onze diepste wensen en verlangens. Je kan het event boeken via mijn website www.echtbewust.nl en dan naar het kopje online events. Dan kun je de afspraak of het event boeken, zo moet ik het zeggen. Mocht je er niet bij kunnen zijn, omdat het drie woensdagen zijn, alle drie startende om 9:30 's morgens tot ongeveer 11:00. Maar mocht je er niet bij kunnen zijn, op zich geeft dat niks, want de opname of de workshop wordt opgenomen. Dus je kunt hem altijd terug bekijken en jouw intentie en jouw energie wordt er even goed in meegenomen. Ook juist omdat je je aanmeldt, zal ik jou sowieso wel in de groep meenemen. Dus ook al mocht je intenties hebben op dat moment, ook al ben je er niet fysiek bij, het gaat er wel in meegenomen worden. En op het moment dat jij dus de opname terug gaat kijken en beluisteren, dan kun jij alsnog jouw intentie in het veld meegeven. Dus dat gaat ook zeker. Het heeft ook echt zijn effect nog wel. Dus daar mag je helemaal op vertrouwen. Dat is het. Dat is even mijn kort berichtje. Ik zou zeggen, deel het rond. Spreek het rond. En ik nodig je van harte uit om erbij aanwezig te zijn. En tot weer een volgende keer. Doei doei. Fijne dag.